Heyo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier weer samen met Tim voor meer Hunger Games. En we zijn hier even in de lobby, want we willen even tegen jullie wat zeggen over al die hackers en alles. Wij kunnen er echt niks aan doen als wij door dat soort onzin doodgaan. We kunnen altijd maar nog zo goed zijn in PvP. Maar gewoon als je zo gaat hacken dat je gewoon iemand met full health gewoon killt in één hit, dan hack je gewoon. Dus dat is gewoon geen lag meer. Want hij lagt er niet, of wel, Tim? Nee. Nee, dus dat bedoelen we. Dus ik heb nu nog maar iets van 800 punten of zo, terwijl ik de 1000 haat. Super kut. Maar ja, als je boven de 500 punten komt, verlies je ook 40 of zo. Dus dan moet je echt wel veel kills maken per game. Dus, ja, maar goed, eens even kijken. Survival Games 2, Survival Games 3. Doe dan maar Survival Games 3. Dash Vote 3. Want Survival Games 2 is op die kut map met al die grote gebouwen met fines en alles. Volgens mij Urban City of zo. Ja, dat is zo'n hele 48 map. Ja, Tim en ik die proberen wel ons enorm grote best te doen om iedere Hunger Games te winnen. En soms staan we er wel goed voor, zoals het niet Hunger Games, maar soms gaan we echt gewoon door de onzin. Daar kunnen we er niks aan doen, dus hopelijk snappen jullie dat. Ja. Vast wel. Tuurlijk. Jullie weten hoe vervelend hackers zijn. Ja. En die kill die hackte gewoon. Hij had geen kans om te winnen, gewoon niks. En het lekte niet. Het lekte gewoon niet, maar hij had geen kans om te winnen. Full iron. Ik had ook full iron. Ik had al een kroon, maar het was hetzelfde. En vervolgens, ja, Tim die had ook al full iron. We hadden allebei iron swords, een iron sword, diamond sword. Half hartje tot een hartje verschil. Hij had niet moeten winnen. Ik had het met mijn eentje al af kunnen maken in principe. Hetzelfde is de kill in deathmatch. 2 hits, hartstikke dood. Ik wed dat hij gewoon een hack op dat ding heeft. Wat gewoon 5 hartjes damage in één keer doet of zo. En dan is het ook gewoon niet meer leuk, al die hackers. Ik wist überhaupt niet dat dit kon. En dit kon vroeger helemaal niet. Dat je die ladder zo in open lucht kon plaatsen. Mm-hmm. Wist ik ook niet. Precies, het wel gewoon met World Edit gedaan. Ja, dat denk ik. Noob. Jongens, hoe schrijf je noob niet eens? Wat een emo. Hij schrijft noob en N-O-E-D of zo. Even kijken. Oh, dit is een leuke map. Deze is heel groot, maar wel enorm grappig. Ik vind de classic mappen. Goed. Wow, maar. Zit hier. Oké, ik zie jou niet echt. Ja. Ik ga dus even scannen. Dit is een groot. Oh nee. Ik zie jou niet. Misschien. Tim, hier zie je. Hier. Kijk naar rechts van je of naar links. Ah, ja. Oké. Okay. Zullen we hierop moeten of zo? Kom op, goede loot. Geef me alsjeblieft nou eens een goede loot, man. Huh? Geef mij lootje doodles. Oké, ik heb best wel redelijk. Oh nee, ik lag weer. Ik heb iron pants. Ik heb iron chestplate, chain helmet en golden apple. Tip. Oké, ik zie jou. Ik ga die kant op. Ik kom naar jou. Ja, oké, hierin. Let's go, hier. Waar? Hier. Oh, ik lag. Eens even kijken, hier is wel wat, denk ik. Ik heb echt geen idee, dit is een jungle map. Dat is, shit. Wat? Is dat een jungle map is? Nou, ik weet wel. Ik ken deze, wacht. Oh, ik heb chest. Ja, ik heb deze wel eens gespeeld. Ik heb een chest, oh my god. Ik heb deze wel eens gespeeld. Ik heb redelijke loot. Ik heb echt wel redelijke loot. En waar ben jij? Ik ga op twee chests. Oh, daar ben jij, oké. Een bow. Ik ben hier bij dit ruin thingy. Hier is wel een chest, denk ik. Je moet wel een chest, anders klopt echt niks van. Nee, geen chest hier. Oké. Hier dan? Nee, ook niet. Jezus. Dan is hier wel iets. Er moet wel gewoon iets hier zijn, mag ik hopen. Hier zit helemaal zo'n spiraal ding, hè? Oké, wacht. Heb je een wapen? Heb je een wapen? Nee, ik heb toevallig geen wapen. Okay, ben jij dat pad afgelopen? Ja, ik ben. Oh mijn god, er is hier iemand. Oh my bij die god. Ruins. Heb jij een wapen toevallig? Ja, ik heb een Stonex. Ik ben hier om dat te killen. Nice. Ik ben achter je. Misschien heb je nog. Oh, kill hem. Oké, heeft hij een wapen? Oh, er is hier iemand die heeft wat. Ik ga hem hier killen. Heeft hij wat voor wapen heeft hij? Hij heeft volgens mij iets van een wooden axe of zo. I don't know. Hallo. Hey, kom je wat aanbieden, gast? Ren je weg. Dat is ook niet aardig hier. Chop. Kom nou. Ik wil gewoon wat kills hebben. Ik moet mijn punten omhoog hebben. En niet de points. Gimme points. Lol.
Lol. What the fuck? Hoe is hij niet dood? Wauw, mijn broertje schreeuwt op de achtergrond. Oké, wauw. Aan met mijn hand. Tim, ik ben hier. Kun je hem zien? Snij hem af dan. Oh. Ik ga je boosten, wacht. Boost en boost, slaan. Ik heb totaal geen wapens. Oh. Wacht, dan kom ik voor jou. Kun je mij al boosten? Oké. Wauw, hij is dood. Oké, boost mij. Boost, Tim, boost. Ben je al in het water dan? Ja, ik zit voor je. Nee. Lek je nou zo? Zie je me nu? Ik ben heel dichtbij, hè? Ja. Ja, hier ben ik. Sla me dan. Je zoekt even speling, maar dan hebben we een wapen voor jou. What the fuck? En je furious als hel. Goed zo. Lol. Okay, heb je we hebben geen food. Geweldig. Hier heb je een ex. Ik heb wel wat food. Ja, mag ik iets? Wat wil je? Broodje? Geef gewoon wat. Raw pork chop. Het boeit me niet. Dank je. Oké, we moeten echt snel aan loot gaan komen. Oké, volg mij. Oké, daarboven zit een chest. Dat weet ik nog van de vorige keer. Dan moeten we er hier op, want hier is dan iets waardoor we erop kunnen komen, denk ik. Mushroom. Oh, mushrooms kunnen we soep maken. Geef. Ja, ik heb geen dingetjes. Geen bol bedoel je? Nee. Ja, ik wel. Oh, nice. Oh, ik kan soep maken. Hoeveel soepjes? Een soepje. Oeh, kijk, daar zit een hele grote brug. Moeten we niet via de boom omhoog, denk je daar? Hier zijn vines, hier zo. Oké, we gaan proberen omhoog te komen dan. Oké, ik heb nog genoeg voor één soepje zometeen. Dus. Ja, ik zit al een beetje laag in het eten, maar ik eet even een broodje op. Ik ga hier vast al naar boven klimmen, dan kunnen we... Want dit is echt een fucking grote map, dus dit wordt echt gewoon interessant. Ik denk niet dat we het gaan maken, echt. Gewoon. Behalve als we nu even een stone sword krijgen. Nee, niks. We kunnen hier gewoon in principe wel gewoon gaan kijken. Kijk, als we mensen kunnen vinden om te killen... We moeten gewoon omhoog, eigenlijk. Dat is het beste. We moeten gewoon mensen zoeken om te killen en dan is het GG. Oh, er zijn hier allemaal... Oh, Tim, hier naar beneden, nu! Kerel met praktisch allemaal iron armor en shit. Kom op, hier naar beneden. Kom op. Ik wil ze dood. Minder mensen. Als ik dat armor krijg, heb ik full iron, hè? Ja, dat bedoel ik. Full iron. Shit, ik heb mijn ding gedropt. Hij crouched. Shit, ik heb mijn ding ergens gedropt. Heb jij hem gepakt? Nee, ik heb hem niet zo 1, 2, 3 opgepakt. Nee, maar ik ben helemaal aan het killen. Hij maakt geen kans. Ik heb zulke hits op hem. Hij maakt geen kans. Tip, pak hem! Oh, of niet? Nice. Wat? Heb jij spullen? En dit en dit. En ik heb dit. En ik heb dit. En ik heb 2 iron ingots. Alleen geen stick. Okay. Ik heb een boot. Ik heb wel een zwaard hier voor jou. Hier. Ik heb een boog met wat arrows. Ik heb wat eten. Nice. Ik heb totaal geen eten namelijk. Oh, hier. Mag jij dit wel hebben? Ik kan wel soepjes maken, hè? Ik heb toch 3 bowls, dus hier heb je nog wel een wattel. En een koekje. Oké, maar red ik het denk ik wel. Oké, ga verder. Ik moet wel zorgen dat we wat meer mushrooms gaan vinden. Ik vecht nu liever met ex. Eens even kijken, want die kill hadden we gewoon nodig. Even kijken. Ze hebben een beetje gelijk in armor. Oh, daarheen. Oh mijn god, hij heeft armor. Het is een hotspot hier zo. We zitten niet minder in het verkeer. Wat heeft die gast? Ja, armor. Wat voor? Leather en wat iron. En een wooden axe. Beetje zielig, als je mij vraagt. Dus die kan ik echt wel aan, die mongool. Hey dude! Oh, kom maar, alweer teamen. Team, ja, teamen. Ja, we gaan teamen, jongen. Lekker teamen. Zo, oh, en diamond en alles. Zo, dankjewel, zo. Wat heb je nog voor de rest? Ik heb dit voor jou en ik heb dit voor jou en wel dit hou ik lekker zelf. Even kijken. Ik heb diamond en alles. GG. Zo. We gaan hier lekker blijven, lekker hotspot hier. Zullen we bij spawn gaan campen? Als je spawns een chest gaan refillen. Oké. Okay. Want ze maken hun weg nooit zo snel daarheen. Maar zullen we hier gewoon blijven, dus vlak bij spawn? Wacht, er zitten hier heel veel gebouwen. Oh, die kunnen we checken. Dus gewoon alles gaat bij strategie op deze map.
Ik ook nog even wat muurtjes. We hebben een diamond, dus. En twee iron ingots. Zullen we een spawn voor een iron sword of wat? Kunnen we doen. Wacht, misschien zoeken we een crafting bench eigenlijk. Het zou me echt plek lijken waar een crafting bench is. Nee. Wat, nee? Nee, ik ben hier al eens eerder geweest. Geen crafting? Nope. Oh, een sad face. Zie je hier? Oké, waar zitten de chests hier dan? In dat volgende gebouw daar, die ga ik wel nu even checken. Daar zit een chest als het goed is. Ga ik even wat mushrooms pakken, zodat ik wat food kan maken voor mezelf. Jee. Even kijken, zo. Wat is interessant al in games? Wat is er? Ik ben wel aan het opnemen, maar is er iets met snoes of zo? Oh, dat is prima. Ik kom zo wel even. Ik ben hier bijna mee klaar, dus dan kom ik ook, hè? Ja. Is goed. Oké, een iron ingot. Ik heb twee iron ingots. Ik zat er zweer dat hier wel ergens een crafting bench was, hoor. Als je nog wat mushrooms hebt, ik heb nu ook een bol. Oh, die ben jij, oké. Nee, ik heb verder niks. Geen mushrooms? Nee. Waar ben jij? Ik ben achter jou of zo. Gaan we het weer terug naar de spawn of waar gaan we heen? Ja, waar gaan we heen? Dat is de vraag. De spawn, lijkt me het beste. De spawn? 11 tributes. De zon is wel setting, dus dat kunnen we wel beter doen, denk ik. Ja, waar ben je? Oh, daar. Wacht, we kunnen weed gaan stampen. Help even mee. Daar hebben we wel een crafting bench nodig, maar... We gaan dan naar spawn toe. Oh ja, dat is waar ook. En zo kunnen we wat food loots krijgen. Kijk, ik heb al 7 wiet of zo. Ik kom hier niet bij. Chest. Met niks. Oké, goed. Wel, naar spawn dan maar. Welke kant spawn op? Deze kant. Geen idee. Even kijken. We kwamen van die richting. Dus we moeten hier langs. Oké, volg mij maar. Ik ken het wel een beetje hier of zo. Oh nee, hè? Waar was spawn nou? Ik zei toch, we moesten hier ook niet weggaan. Oh, wacht. Hier volgens mij. Ja, hier kwamen we weg. Want daar is die waterval weer. Want dan hebben we gehoord als eerste de spawn doet. GG. Want mensen zijn nooit zo snel bij spawn. Dus er gewoon iemand heet dat bij spawn is gebleven. Ja, Maar daar ga ik niet van uit. Ik heb zo vaak meegemaakt dat nooit iemand de spawn chest heeft gepakt. Want dan was de deathmatch gewoon mensen met letter. Nou, kom maar mee dan. Go mushrooms for days. Nee, nog nooit een pumpkin park gegeten. Goed, wel. Kom je mee, Tim? Naar spawn. Ja, dit is richting spawn, ja. Mm-hmm. En dan maak ik toch al een iron sword, dus we hebben sowieso een goede kans. We hebben ook redelijke armor, dus we zitten echt niet slecht voor, hè? Kijk, er is niemand bespawned, GG. Oké. Ja, er zitten mensen echt. Ik heb ook een iron ingot, dus... Ja, ik heb ook een iron ingot. Wacht, kijk nog even de spawnjes. Ja, kun jij dat doen, dan crash ik de boos dat we sticks krijgen. Doet. Kun je me even een duwtje geven? Oké. Okay. Ah, boom. Jee. 2 sticks, dat is handig. Volgens mij zit er niks meer in. We zien echt wel badass uit, hè? Zo, nou, ik kan lekkere soepjes maken, hè? Zo, ik heb echt veel soep. Even kijken, ik stor even al mijn letterarmer. Ik heb 1 broodje. En mijn stone tools. Heb jij echt nog food loots nodig of niet? Je hebt zeker geen. Ja, geef maar. Ja? Ja. Oké, okay, dan heb je dit hier zo. 10 tributes. Oké, okay, heb jij nog zo'n boy? Ik heb een broodje voor jou hier. Oké. Okay. Sponsors kunnen in principe ieder moment chests refillen. Als je dan. Wat heb ik nog nodig? Pants of zo vindt van. Ja, ik heb verder niks. 9 tributes. Ik vind het best wel een spannende Hunger Games eigenlijk. Ik heb echt nog nooit ook op deze map gespeeld. En als je nog een diamond vindt, hebben we sowieso een diamond sword. Ja, ik heb een diamond. Heb jij een diamond? Nee, maar als we hier nog een diamond in vinden. Wat ik moet altijd een beetje boven je kijken, want mensen die kunnen soms ook wel naar beneden jumpen.
Maar het heeft geen zin. Als hij op springen zijn, zat ik door van zo'n hoogte. Oh, daar is iemand. Tim, er komt iemand aan. En hij lijkt als de tering. Let's get him. Wow. Hij is dood. Hij heeft niks. Ho, ga even aan de kant. Laat me even wat hits. Yo, Kassiewijlen. Hier heb je... Wat heb je nodig? Stone sword. Oh ja, hier het shog. Oh nee, ik dacht even spotters even gevuld de chest, maar nee. Wacht, ik kan wat ergens maken. Oh nee, wacht, ik heb maar één stick. Heb je nog een stone sword nodig? Of? Ja, nou, ik heb geen... Ja, wacht even met die stick gebruiken. Ja, oh hier, chain boots. Nou, er zijn nog wel mensen over. Waarom refillen de sponsors de chest niet? Yo. Iron pants. Yep, heb ik nodig. En iron chestplate. Oh, ik heb ook wel een iron pants. En nog meer iron. Nog meer iron. Als je een iron chestplate vindt... ja, ik heb daar iets van 5 van of zo. Oké. Oh, wacht, ik heb wel een iron chestplate. Heb je ook nog een helm? Iron chestplate, iron. Ik heb een diamond en een iron. Oh nee, ik heb geen iron. Heb jij nog een iron of zo? Ja, ik heb nog een iron, maar daar wil ik een eigen iron soort van maken. Oké, heb je nog een diamond? Nee. Oh, oké. Dat gaat wel een beetje moeilijk maken. Even kijken, ik heb wat eten. Heb jij nog een stick ergens? Ja, ik heb een stick, ja. Hoezo? Mag ik die gebruiken voor mijn iron soort? Ja, sure. Volgens mij kan je nooit een iron soort in chests vinden. Nee, dat kan niet. Even kijken, ik neem even wel dit mee, wat hier allemaal is. Ik heb zoveel iron. Even kijken, die bol kan wel weg, daar heb ik niks aan. Iron pants, even kijken, mushroom store ik, even heb ik toch niks aan. Ik store wel even de chain helmpjes en de gold helmpjes, dat heb ik dan niet nodig. Dit neem ik wel mee. Dan heb je alle redelijke loot. Oké, goed, wel, let's hunt rabbits. Nee, we blijven gewoon spawnen, denk ik. Oh, er zijn nog veel te veel mensen. Kom je mee, Tim? Gewoon, zullen we dan hunten? Of, ja, is prima. Kom je mee? Oh, zo, zien er zo echt badass uit. Wat? Zien er echt badass uit. Ja, full iron sword. Wee-oo. Kom je? Yep. We maken een redelijke kans om de Hunger Games te winnen. Ik heb flinten steel heb ik bij mij. Even kijken. Heb je food loots nodig of niet? Oh, wacht. Ik heb nog weed. Zal ik dat even craften? Nee, ik heb echt te veel food loots. Hier, kijk hier. Oh, wacht. Ja, dan is het niet nodig. Hier, Tim. Oké, okay, dan is het niet nodig. Laat maar. Zo is genoeg. Wil je nog een soepje of zo? Nee, zo is genoeg. Oké. Kom, we gaan even naar die hotspot hier. Maar we kunnen beter eigenlijk de andere kant op gaan. Nee man, dit is een hotspot. Wacht, ik ga weer naar die andere chest. Nou ja, überhaupt. Misschien vinden we ergens een diamond. Zou wel fijn zijn, ja. Even kijken wat... Sorry. Wat praktische sorry, niet echt, maar oké. Okay. Kijk, op een gegeven moment begint er ook lightning te komen, hè. Verwacht me jongens dat dit een hele lange Hunger Games gaat worden. Nog 25 minuten tot de deathmatch begint. Oké, dus het wordt echt een fucking lange Hunger Games. Special. Dat wordt toch gewoon een special. Ik denk dat we met dit allemaal wel iets van een episode wat 30 zit of zo. Zullen we even naar het dorpje gaan? Ja. We zitten aan 30, denk aan multiplayer. Wat? Zoiets, hoeveel episodes van multiplayer hebben we nu? Multiplayer Hunger Games. Hunger Games, ik weet niet, misschien 30? Sowieso. Hoe gaan we dit noemen? Dual Hunger Games, Multiplayer Hunger Games. Voel. Of gewoon Minecraft Hunger Games met Ronald en dan gewoon... Dan zit jij er dan bij, hè? Oké, dat ben jij. Ik schrok even. Oh, hier is iemand. Hallo. Echt waar? Zit die gewoon goed droog te eten? Oh fuck, nou is die weg. Wat had hij dan? Hij is... Hierachter. Wat had hij? Wat heeft hij? Of nee, hij heeft full letter en een stone sword. Oh. No problem. Ik wil hem gewoon even inhalen. Oké, ik ga hem wel even afsnijden natuurlijk. Kill lekker als de tering, man. Waar zijn jullie heen gelopen? Ja, laat ik maar. Blijf jij maar bij... Ik ben zeg maar zo bij de oceaan. Bij dat riviertje? Nee, of, gewoon, ik ben dik bij de oceaan. Oh, je bent hem achterna gesprint. Ja, ik ga hem ook achterna, want ik wil... Ik loop langs de rivier. Hij lijkt. Ik vind elkaar straks toch weer.
Ja, ik ben ook bij de oceaan. Oké, Tiff, volgens mij kom ik jouw kant nu op. Je moet richting, niet richting dat huisje, maar ik loop langs het strand nu. Ja, oké, nee, dat is in principe wel vlakbij, ja. Maar jij bent denk ik de andere Dan moet kant op je. Nee, dan gegaan, moet of niet? je. Nee, ik ga nu weer terug. Hij is omgedraaid. Ik ben Naar nu dat weer bij het huisje. dorp. Ik ben bij het dorp. Oh, daar ben ik niet meer. Maar kom naar het dorp dan. Ik Er heb nog zijn een Iron echt nog Ingot veel alsnog. mensen over. We moeten echt nog wel gewoon halveren. Gaat hij nou serieus in het water? Ik heb geen arrows. What the fuck is mis met dit? Ik heb geen bow. Hij lagt. Stop met laggen, je dikke emu-pik. Ach, ik moet echt nog een bow Moet je hebben. kijken, man. Die kerel die vliegt vooruit. Little Ja, ik ben ook Roy. niet bij dat ding. Little boy of zo. Little bee, I don't know. Ik ben nog niet eens bij dat ding. Nee. Die gast is gewoon een little bee. Little bitch, ja. Oké, what the fuck? Hij zit nu vast gewoon dik voor mij. Oké, what the fuck is hier mis mee? Ben je nog steeds in dat dorp of niet? Nee, man, ik zit gewoon om de outskirts van de map heen te rotzooien. Ik ben bij die boom. Dat is wel een goed verzamelpunt, denk ik, toch? Ik weet niet wat dat is. Bij dat dorp. Ik heb hem. Nice. Go. Wat? Is hier nog wat? Nee. Ben jij bij het dorp of niet? Nee, ik kom wel terug naar het dorp. Oh, mijn headset begint pijn te doen. Mijn oren. Daar heb ik geen last van. Echt niet? Nee. Ik heb een schaap gevonden, holy fuck. Ja, ik had ook een schaap gevonden in de zee. Ja, ik ook. Oh, dan heb je denk ik dezelfde. Varkens. Yep. Ben ik ook Ik ben bij zo'n tegengekomen. vage rotplek. Aan de zee, toch? Of niet? We moeten nog twee mensen killen. Ja, nou, dat lukt wel. Of die killen zichzelf Gewoon in gewoon. midden van een klein riviertje ben ik. Ja, dat is naar de ding toe. Ja, ik zie jou lopen als het goed is. Ik ben bij het Ben jij village. dat Ik niet? ben bij het Ja, dat ben village. jij vast Oh, wel, ja. hi. Nou, ik heb in ieder geval die mol gekild. Nou, kom maar, ik wil de Hunger Games eindigen en ik wil wortels schrapen. Waar ben jij nu? In mijn village. Gewoon een village al gewoon. Ik wil überhaupt best wel graag nog een bow. Ja, ik heb een boog, maar ik heb geen arrows. Ik wil. Heb je arrows? Ja, 15. 15. Zal ik niet beter die arrows kunnen hebben? Ik kan iets beter snipen. Oh my god. Zit jij nu in een. Oh ja. Hier is een chest. Leeg. Nee. Golden apple. Oh, nice. Ik heb er twee. Ik store gewoon even al mijn chain shit. Toch helemaal niet nodig. Gold shit. Dan neem ik de chestplates wel mee. En stone swords, joh. Zo, ik heb drie boogjes, dus hier. Oh, dan mag ik de arrows eens, Oh, please. nice. Zullen we de arrows gewoon delen? Ja. Geef maar. Arrows, please. Dank je. Oké, waar zullen we heen? Spawn? Ja. Oké. Hier is iemand! Wacht. Sluit hem in, 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 sluit hem in. Wow, die gast lekt ook gewoon. Mag ik hem killen? Ja. Wat? Wat? Jukes. Sterf jij! Begone, Satan! Ja, gone with the wind. Hey, nine ingots. Yes. Heb ik hem Twee gedood? nine ingots, wauw. Heb je, ik heb hem Nee, gekild ik of heb hem jij? gekild. Oh ja, maar ik heb ook weer een verkeel. Can't have those. Ja, maar jij wint toch. Ik laat jou of laat jij mij jou killen. Dus jij hebt al de meeste kills gemaakt in deze Hunger Games. Ja, dus. Ik wil een keertje winnen. Tim, ik moet jou nu killen, dan begint de deathmatch. Nee, oké. Nee. Ik wil deze Hunger Games echt winnen. Want dit is epic. Wil ik de volgende winnen?
Bird. Dan wil ik de volgende winnen. Ik heb twee iron. Ik één. X time. Wat? X time. Nou, doet. Alleen diamond X. Ik heb één diamond. Ik nul. Ah, spawn. Zullen we spawn gaan? Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Kun je 100... Zou je iets voor mij kunnen doen? Nou. Zou je 100 bounty op mij kunnen zetten? Hoe doe je dat? Dash bounty set. En dan het amount, zeg maar. Dus 100 of zo. En dan donut movies. Oh. Oh, je moet spectator. Oh ja. Oh nee. Nee, gewoon dash bounty. Staat dat echt? Ja. Oh. Waar ben jij heen gegaan? In de spawn. Oh, ik zie jou niet meer. Oh. Naar die waterval. Oh, wacht. Ja, ik zie jou. Ja, oké. Okay. Daar spawn. Ik zoek gewoon altijd die waterval op. En van dit punt weet ik gewoon hier onderdoor. En dan... Dan bent u er. Hoe kon je per moment better sprinting inzetten? Dat die permanent is. Gewoon op F drukken. Ja, maar bij mij is die, moet ik het, als ik het loslaat, is die weer weg. Zeg maar. Dat snap ik niet. Download gewoon Magic Launcher. Heb ik al. Nou, dan heb je een mod nodig. Ja. Oké, okay, dan moet je gewoon op F. Bij mij blijft het gewoon, hè? Bij mij niet. Wat? Bij mij ook. Wacht, oh, nu opeens wel. Ik check even de spawn chests. Nee. Oké, hier zit nog alle loot van ons en dus is niemand bij spawn geweest. Oké. Okay. Konden ze dus niet vinden. Zullen we de waterval opklimmen en dan gewoon naar boven gaan daar? Zullen we Wacht, dat doen? Ik moet even eten. Ik vind dit soort Hunger Games echt gewoon niet leuk. Zo fucking Nee, is wat saai. Gaan we de boom opklimmen? Nou, ik ga voor de lol de boom opklimmen. Ik ga naar de boom, ik ga gewoon... Weet je wat? We coveren gewoon meer ground als we gaan opsplitsen. Dus we gaan gewoon opsplitsen. Er zit toch daar niemand in de boom. Er zitten wel chests in de boom. 60 seconds until deathmatch. Ach, yes. Yeah. Oké, laat maar. Eindelijk. Geweldig. Okay. Eindelijk, nu kunnen we iets doen. Ik heb 6 gold ingots. Sacrificial X fight aan het einde. Heb jij wel sticks dan? Nee. Wauw, heb je bootjes? Nope. Ik heb stone swords. Ik ook. Soepjes gevecht. Pumpkin pie gevecht. Ik heb 2 pumpkin pies. Oh, ik wil liever sacrificial eggs. Ja, maar we hebben geen sticks. Misschien heeft die kerel sticks. Geef mij sticks, meneertje. Oké, even wat eten. Wat eten? Even okay. Wat eten doet. Jen, bow in hand. Ik ga deze booming klimmen. Het is best wel grappig, want dan zie je gewoon de hele game zo. Oh ja, by the way, als je op R drukt of zo, dan. Maar ja, je moet. Oh ja, als je op O drukt, dan kun je je ding zetten. Als je op R drukt, dan is je better sprint mode een gekte feit. Dan moet je op O drukken, dan heb je het menu. Oh, kijk, is daar die gast. Heet hem. Yeah. Oké, okay, wacht, echt extra diamond. Had hij diamond? Had een diamond. Diamond shovel fight. Heeft hij god? Wacht. Hij had sticks. Wacht, hij had sticks, ja. Diamond shovel fight. Zoals het even doen. Kan. Als het even kan, ja. Ik heb 1 stick. Met broek en helmpje, oké? Okay? Ja, maar ik heb maar 1 stick. Serieus? Ja. Wacht, misschien meer in de spawn chest of zo. Dat doen we gewoon pumpkin pie gevecht of zo. I don't know. Of golden apple? Ja, dat heb ik. Ik heb een golden apple. Ik heb er 2. Daar zit nog loot. Nee. Heb jij een fishing rod? Anders gaan we met fishing rod vechten. Ja, ik heb fishing rod. Oh, dan gaan we daarmee vechten. Prima. Wel even zonder armor. Let's take the close off. Oké. Okay. Okay. Goed, fishing rod voor gevecht. Wacht. Pew! Wacht. Ja. Ik moet even mijn spullen droppen. Ik wil echt wel een golden apple gevecht doen. Nee. Het kan ook. Ja, zullen we dat doen? Golden apple. Golden apple en fishing rod.
Ik ga een super funky boy vangen. Kom op, golden apple fight. Let's go. Oh, wacht. Ik heb nog allemaal. Ja, oké. Ik heb nog allemaal aan. Zo. Oh. Moet je kijken hoeveel golden apples ik heb, Tim. Ik heb er 2. Kijk eens hoeveel ik er heb. Nou, ben je klaar om te gaan? Je hebt een golden apple gegeten. Nee. Jawel. Nee. Dan zie je die dingetjes toch om me heen, of niet? Ja, nee. Tuurlijk wel. Oké. Let's fight. Oké? Oké. Oh. Hallo, Tim. Het is een golden apple fight. Geen fishing rod gevecht. Anders moet ik dat ding gaan pakken, jongeman. De wat? De anti-Tim stok. Ga maar pakken. Oké. Okay. Nee! Dat was de anti-Tim stok. Nee, ik dacht een stokje. Nee, natuurlijk niet. Er zit toch een stok aan en een zwaard, maar hou je hem anders af vast. Ja, maar daar sla je niet mee. Oh, nee? Nee. Oké, wat doe je dan met een zwaard? Met het blad slaan. Ja, sloeg met het blad. Dat hoeft niet. Je kunt ook iemand zo met dat ding op het gezicht stoppen. Nou, maar in ieder geval. Ik heb gewoon dat ik zit de anti-Tim stok. Zo ga ik deze episode noemen. Maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Volg me even op Twitter. @ShadowGames23. Tim, jij nog wat zeggen? Hou in je hoofd. Anti-Tim stok. Nooit bij mij in mijn buurt komen met de anti-Tim stok. Oké, maar goed jongens. Later mensen.